De Grenzenhoer of juist net. De kompanijsters woenen geen help van boeten. Gerard Popkema schreeuwt een boek over dit eigenzinnige, eerme volk. En Reitse Spannenga die gaat al de Grenzenhoer, dit keer zuchter in de Noorse keuken. Goeien, dit is Bient op de dag dat landskampioen Snits hem afregelt als ze Europa inkennen. Roos van Wijnen, welkom. Hoe voelt dit om dit weer om te zien? Ja, dat is wel even een kippenvelmomentje, ja. Dat is leuk om te zien. Ja, want hier staat zien die baas zijn. Als we kampioen worden, dan kom ik maandag net op het werk. Ja, ja, we hadden afgesproken, als we kampioen worden, dan ben ik maandag vrij. Ja. Ja, is het let worden, Juster? Ja, het is wel. Ja, we hebben het nog wel even goed gevierd, ja. Hoe gaat dat? Hoe doe je dat? Nou, ze hadden gelijk na het eerste punt, hadden ze eigenlijk gelijk een muziekinstallatie in de zaal gezet. Ja. En gelijk een tap en zo alles er neergezet. Dus we hadden echt een feestje op de vloer zelf van de sporthal. En ja, daar hebben we eerst feest gevierd. Toen zijn we met z'n allen naar de pizzeria geweest. En later hebben we nog, zijn we nog de kroeg in gegaan om het nog af te sluiten. Ja, ik jij nog een pizza, dat is wat skorp is. Ja. Dat ja, maakt er weer ja, dat hoort er wel. Ja, het is toch fantastisch dat je die beelden sjoegt, hè? Ja. Prachtig. Ja. 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 Is het vaak waarom, jongen? Ja, vanochtend toen ik wakker werd, gelijk mijn telefoon gepakt om beelden te kijken, ja. Ja, want hoe zit zo'n dag juurt er dan uit, de dag daarna? Ja, nou, je krijgt heel veel berichtjes, telefoontjes en op, ja, via Facebook. Iedereen feliciteert je en ja, je leest de kranten. Ik ben even naar mijn moeder gegaan, even napraten over gisteren. Ja, het is wel heel relaxed. Maatje de Vries is die mem, hè? Dat is, ik ben bekend Volien Halster natuurlijk. Ja, ja, ja. Wat zou die? Hoe gaat dat? Ja, die was natuurlijk helemaal blij. En die zit, ja, zit wel gespannen op de tribune natuurlijk. Maar ja, die is heel trots. En dat, ja, is wie heeft eigenlijk een appeltje eitje, deze? Of je dit nog een... Nee, we hebben de eerste twee wedstrijden het echt heel lastig gehad. Het was 2 keer 3-2. Oké. Okay. Maar we hadden de uitwedstrijd daar gewonnen. Dat hadden we dit seizoen eigenlijk nog niet gedaan. Dus toen we dat hadden gedaan, toen, ja, toen hadden zij een beetje een mentaal tikje gehad, denk ik. Dus okay, toen konden we het gisteren wel vrij afmaken, gemakkelijk nog afmaken. Wie het oors als de vliegende keer? Als vliegende hier doet je Mikkelons kampioen waren? Ja, ja, voor de, ja, toen we de eerste keer werden, was het wel misschien wat specialer. En was de ja, ontlading in de stad nog iets groter, maar ja, om kampioen te blijven zeggen ze altijd dat het nog moeilijker is. Ja, liep op mij ik. Dus deze is misschien wel knapper, omdat er wel echt de druk op stond en de druk van buitenaf. Ja, iedereen ziet je als landskampioen en we bleven met hetzelfde team. Dus ze verwachten ja, eigenlijk wel dat je het weer zou worden. Dus dan luidt er wel druk op. Ja, ja, zeker. Ja. Maar had u dan voor u zeggen, Sijs vooral, die stappen eruit. Fenna Seinstrijk, Hen Lisje krijgt een poppen. Klein Jans, die wil meer tijd voor de poppen die het al heeft. Ja. Marit Jesper en Nienke Oud, die willen naar het Boetenlaan. En dan bloost het oer. Ja. Viel dat ik zo? Ja, 6 speelsters die stappen, dat is, ja, is wel behoorlijk veel. Je schiet die money mee, oh, ik krijg de let. Ja. Oh, wat wie dat? Maar ja, 6 speelsters is natuurlijk wel veel. En je krijgt ja, natuurlijk wel een heel ander team volgend jaar. Maar er blijven natuurlijk ook nog... ja, we blijven wel met z'n 6 over die natuurlijk al heel veel hebben meegemaakt. Want we hebben afgelopen jaar natuurlijk veel prijzen en finales gespeeld. Dus je hebt wel nu een harde kern, zeg maar, nog die veel ervaring heeft. En als er dan jong talent nog van de club bij kan komen, dat is, ja, het is een nieuwe uitdaging. Het wordt een nieuw seizoen, ander seizoen dan dit seizoen natuurlijk. Maar hoe wordt er dan op praat dit seizoen in de Kleinkamer? Heemeter, ja, de heemeter, dat ken je toch? Ja, nou, we hebben wel gezegd dat we ons eerst nog echt wouden richten op deze finale serie. Dat we niet te veel over volgend jaar wouden praten. Maar ja, nu het einde zo was, dan wordt er wel veel over gepraat. En, ja, degenen die blijven, die hebben wel echt zin in volgend jaar met nieuwe speels. Dus ook, ja, die, we zien er allemaal wel een uitdaging in om dit, ja, over een paar jaar misschien wel weer om de prijzen, met een ander team om de prijzen te spelen.
Want ja, nou is de vraag ik van, ja, kun je Europa in? Hè? In principe kun dat, ja. Want je bent landskampioen. Maar dat lijkt toch wat moeilijker ook, hè? Ja, nou ja, het is eigenlijk elk jaar wel lastig. Omdat ja, het kost gewoon veel geld en we hebben niet veel geld. Dus het is elk jaar sponsors zoeken, clinics geven en om echt aan het geld te komen. Ja, en als we dan nu een ja, iets minder team krijgen, dan ja, is het dan het bestuur of ze het waard vinden om ons Europa in te sturen. Maar vies dat, wat vies daarvan? Ja, ik zou het echt heel jammer vinden, want het is echt een, ja, zo'n ervaring om mee te maken, ja. Met z'n allen als team te reizen in het buitenland. En dat, het lijkt mij juist heel goed voor de jonge speelsters die erbij komen om dat gelijk mee te maken vanaf het begin. Dus ja, ik zou het wel echt heel jammer vinden als dat niet door zou gaan. Dus er moeten sponsors komen? Ja, eigenlijk wel. Oproep? Ja. Een oproep? Dus wat betekent die, Roy? Een oproep, ja. Nou, ik denk dat er dan wel, ja, dan moet er best wel wat gebeuren. Hè? Ja, dan moet wel, ja, dan ja. Moet wel. Ze willen sowieso van het wereld. Maar hoe voelt dat dan? Is dat een ambitie als je pleert voor de Olympische Spelen, maar net naar die Olympische Spelen te kennen? Is dat hetzelfde gevoel of hoe druk? Ja. Nou ja, ik heb eigenlijk steeds nog een beetje hoop dat we wel gewoon Europa ingaan. Dus ik heb nog niet heel erg over nagedacht dat het niet gaat gebeuren. Maar ja, dat zou wel echt een domper zijn. Dat, ja, je hebt natuurlijk wel hard voor gewerkt en je hebt het bereikt. En als het dan niet doorgaat, dat is... Ja, dat zou dan wel zuur zijn. Ja. Hey, wat zit er nou de komende 2 weken voor jou op het programma? Nou, we hebben nu 2 weken zeg maar vrij van trainen. En er staan denk ik allemaal leuke etentjes en huldigingen en feestjes op het programma deze 2 weken. Dus ja, het echt genieten van het landskampioenschap met het team wat we nu nog hebben. Nou, doe dat dan eerst maar. Ja. En dan zullen we letten wel hoe dat komt. Ja. Mooi, Europa, we houden het in de gaten. Dank u wel. Heel veel plezier de komende tijd met die feestjes. Ja. Aansturen we in de sportiefste flat van Friesland, die zit op het Jerveen. Tussen de Oudrein ben je 30 topsporters en wij zieken ze deze week op. Ja, maar eerst Ruitse. Ja. Doe best voor u zo paard. Ja, heel leuk. Ja, de zieken de grenzen op, hè? Ja, mensen die hier in Friesland om wat voor reden dan ik maar binnen. Verliefdheid is vaak een reden, hele maar soms reden. Ik een gedwongen reden. En ja, nou kwamen we in, we zullen de Noorse vlag aan, Noorwegen, bij Elin. En Elin, zo moet ik het zeggen, Elin, die is de vriendin van Walter Oldenheuvel. Dus ik denk dat hij daar wat rondjes rieden had. Ja. En dat zij dacht het van, of was om, hoe dan ik maar. Dat heeft ze net vregen. Nee, dat heb ik net vregen. Ik denk dat ik dat maar even net van. Maar ik weet wel dat zij daar een heel iets restaurant zie. En ik dacht dat Trondheim, ik denk nou dat is een heel lijn voort. Ja. Maar nog volle heger, daar komt zij waar. Echt, nou, Land's End, zo zei ze. Nou, daar hoort het op. Cirkel, ja. Het, fantastisch liet het. Ze wie is die machine was makken hè? Het gaat hoe fisk. Het gaat hoe fisk. Hoe kind ik ons? En jou bent de gast bij? Elin Fries. Oké, en waar komst de waai? Uit Noorwegen. Je is toch Fries van achternaam? Klopt. Maar een F? Met een F. Dat kan net missen. We maken ovenstek laks. Laks. Klopt. Dat kan maar in je ding wezen. Ja. Salm. Ja, salm eten wij heel vaak bij mijn familie. Het komt ook omdat dicht bij mijn familie zit er ook een salmfabriek. Dus dat kan je lekker makkelijk krijgen. Moet ik ze schillen? Nee, mijn moeder doet dat altijd zo. En dan schoonmaken en koken. Ja, dat ziet wel. En dat ruikt ook lekker. Dus ja, het zal wel goed komen, denk ik. Lekker makkelijk, hè? Ja. En dan nog een silicon. Je mag slaan, want dan komt de geur vrij. Zag je dat? Ik koop meestal verse salm bij de visboer. En die ik toevallig uit vanuit Noorwegen. Kijk eens even, mevrouw. Ja. Heel dikke laag in. Ja, je plakt het gewoon mooi overheen. Okay, en dan wordt de salm ook niet te droog. Nee. Als je die bakt. In de midden maar, hè? Ja. Of daar, ja. Ja? Kan. Oké?
perfect. Dat type is nog schoolbaar. Ja. Wat denk je? Hij ziet echt goed uit. Ja? Trek ze thuis? Ja. Ik zeg ze altijd een lekker eten. Wat zeg je dan nog? Hopper de smaker. Hopper de smaker? Ja. Hey, score. Score. Nou, even zien. Is wel zacht. Heb je goed gedaan. Geslaagd? Ja. Wat voor topping is dit nou, Roodse? Nou, dit is, ik zat even zien, dit is, aan de boppenkant zitten hazelnutjes. Ja? Daar zit een mooie combinatie in met paprika, rode sipel en dan een heel soort basilicum. En dan doos er een beetje zout op en pieper. En dan mengst dat met een beetje olijfolie, het laatste bovenop. Ze nemen overal jerpels bij. Ja? En daar zit die een beetje skielen? Ja, daar zit een beetje crème fraîche zit er bovenop. En nee, die skielen ze net. Nee, lekker in de skiel. Dus ik voel het lekker erin. Ik snap eigenlijk, we hebben hier op het skielen. Dan werk ik voel altijd. Voel het lekker om het in de skiel te eten. En je moet denken van, nou, het is een beetje reet. Maar juist zalm is het lekker dat het een beetje zacht is nog van binnen. Hè. Dus ja, hij maakt net te lang in de oven? Nee, net te lang. En het is zo simpel. Het is gewoon die topping maatje. En dan, dat doos er gewoon heen en doos het 10 minuten in de oven. Nou, kerstboel voor de hele ploeg, maatje. Ja, lekker zoen, ik. Ja, hartstikke zoen. Nou, zei krijg ik van, het komt uit de zalmfabriek. Ja, ze heeft daar denk ik, oh. Ja, zij wen je dus daar, ze met echt er helemaal bovenin. En heeft die prachtige fjorden, hè. En dan sluiten ze eigenlijk in zo'n fjord af. En daar zetten ze dus lietse zalmjes uit. Dus die groeien op in dat hele koude wetter. En het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Hoe kouder iets is, hoe minder celdelingen zes. Dat weten we natuurlijk ook. Dus die beesten die groeien echt niet heel hard. Dat gaat prachtig geleidelijk om. En ik heb daar maar haar smult. En ik ben blij dat ik het niet meer even proeven letten ken. Fantastisch. Dan krijg je die hele intense smaak, altijd heel stadig git, die celdeling. Ja, dan krijg je echt die, nou ja, die het groeit dus langzamer. En alles wat langzamer git. Dat is wel beter. Dat is beter. Dat is beter, ja. Dat is beter. Wat was je aan het slaan? Met, basilicum. Want als basilicum slaast, dan komt de geur vrij. Ja. Als je een keer in een cocktailbar komt steken, dan pakken ze in zo'n bladje en dan even slaan. Ja. En dan komt die geur vrij. Ja. En het leuke vond ik, dat ik zie het met haar aan tafel. En toen zei ze echt van, oh ja, nou ben ik weer even thuis. Hè. Dus dat echt dat eten, maar die meesten die hier wijn in Friesland, dat verbindt enorm. Dat, is, dat leuk. Is leuk, toch? Ja, nou, we moeten maar even een hapje proeven. Je moet het maar eens even besiekje. Ja, en ik mag natuurlijk weer praten, dus ik doe dat dagelijks wel even. Maar neem wel even een liets hapje, want lekker eten. Deze week zuren wij in Bient in een bijzondere flat op het Jereveen. Er zijn een heel soort oudere meisken, maar ik meer als 30 jonge topsporters. Dennis Wenker is één van die sporters en wij zochten hem op. Nou, ik ben Dennis Venker, 23 jaar. Ik ben sinds een paar maanden in deze service flat in Oranjewoud. En ik ga dat dienen omdat ik een bobsleeatleet ben. En dit is gewoon een perfecte plek. Als het bij night is, dan is het de meeste een topsport is bielkoor. Dat is maar het is wel heel leuk. Die meesten zijn al wel heel geïnteresseerd van wat doorstaan en waar ga je dan al je heen. Ja, dat is superleuk om te vertellen. Nou, welkom in mijn plekje. Ja, dit is mijn thuisbasis. Waar ik dan, waar ik sliep, waar ik zit, waar ik soms een spultje door, televisie en waar ik eet. Dit is hartstikke mooi. Op dit moment doen we mee onder World Cups en we hebben verschillende podiumplakken gehaald in de North America's Cup afgelopen winter. Dus ja, we doen gewoon mee op het hoogste niveau, zeg maar. Daarom train ik zo hard, want ik wil gewoon naar de Olympische Spelen, ik wil gewoon mijn doel bereiken. Als ik bezig was met de aardaling, denk ik wel even van, oké, wat is dit nou, hè? Want dat doet zeer, het gaat hard.
maakt het lawaai, maar dan komt ze eruit en dan die adrenaline die ze dan krijgt, ja, dat is gewoon een heel mooi gevoel. Last week. Ik zal even naar een diamond daar, voor een van mij wend je vlakbij. Dus, en zien dat het thuis is. Hey, hey Tijmen jongen, gaat het goed? Ja, lekker bij jou? Ja, goed. Mooi. Kom verder. Hey. Krijg je vaker visite van hem met Tijmen? Ja. Ja, we woonden vroeger al in een ander huis samen. Hier in Heerenveen. Maar dat was veel te druk. En zo nu hier. Dus we komen steeds bij elkaar over de vloer. Dat is wel gezellig. Ja. Dus het is zo stil. Nou, mevrouw, hoe is het met u? Ja, goed. Ja? Ja. Heeft u een beetje naar de zin in deze flat? Ja, ik woon hier al meer dan 20 jaar. Dus. Wat vindt u van al die topsporters hier? Ik vind het wel gezellig als ze me niet te veel lawaai maken. En dat doen ze niet? Nee, bij mij op de gang niet, nee. Nee, dat valt mee. Kent u ze ook allemaal? Nee, ik ken geen één. Dag. Het is gewoon heel volle rust. Het is gewoon echt, ja... Topsporter wijzen. Is het ook best wel individualistisch dan? Ja, maar als topsporter mag dat ik wel een beetje wijzen natuurlijk. Omdat, ja, deze is maar in eigen ding bezig. En daar was goed in worden of goed in blauwen. Dus ja, dat mag eigenlijk wel. Zo is dat. Mooi een portret van reetriester Sanne de Neeling, die dus ook in die rijstige serviceflat wennet. Smakt het? Mm. Ja? Ja, maar goeie vrede. Dat breng je natuurlijk voor eigen parochie, maar ja. Ik vind het heerlijk. Ontzettend lekker. Nee, heel lekker, ja. Ik vind het lekker. Mooi. Juster is dit boek presenteerd, een Lutz Jacobi. Met de kont aangekeken over buitenlui die burgers werden. Jo, hey, dat skreun. Ik wil maar even een stukje vallezen, want dan kom je de geliek in. Ik heb het voor mezelf ook lezen. De Kompanijsters vormden een bijzonder volk. Met Friese wortels, dat zeker. Maar met merkwaardige, destructieve neigingen. Bijna dierlijke gewoonten. En onbenaderbaar voor autoriteiten en streekbewoners. Ze woonden in holen, plaggenhutten en van afvalhout en zand in elkaar geplemde keten. Oh, wat voor meisken hebben je? Ja, toch al bewoners. We hebben het over mensen. Ja. Mensen die eeuwenlang in het gebied rond Jubbegaarde, dat ligt ten oosten van Heerenveen, in het veen hebben gegraven, hè, voor de veenbazen. Ja. En die turf, zeg maar, die werd afgevoerd door schuiten. En die schuiten die voerden dat af langs door de zogenaamde wijken, de wieken in het Fries. Ja. Je had een groot kanaal, Schotelandse compagnievaart. Die had allemaal zijtakken. Dat noemen we de wieken. Okay. Daar werd vooral gegraven, bij die wieken. Dus die mensen die vestigden zich daar ook. Maar die moesten ook onderkomen hebben. Ja. Of wat je maar als onderkomen wil definiëren natuurlijk. Ja. Dus die gingen inderdaad in holen wonen. Of die plempten een soort keten in elkaar. Ja. Want we hebben er net beelden van voelen, want beelden ja. Ja, die binden net. Dat zou misschien ik wat oer de meeste dat ze heel op mezelf zien. Ja. We kunnen wel even wat archiefbeelden zien net. En die misschien wel even wat schetsen van hoe die situatie wie, wat je kan miljoen de gong wie. Ja. Je zorgen we die beelden. Ja. Is dit ongeveer hoe het wie? Ja, ja, dit is in elk geval nog iets, zouden zien, met deuren en ramen erin. Dus dit is nog niet eens het meest... Dit is een luxe vakantiehuis misschien wel, maar... Ja, nee, dit moet je er wel bij voorstellen. Ongelooflijke armoede, huizen zonder enige voorziening. De wind waaide er dwars doorheen. Natuurlijk ook geen enkele sanitaire voorzieningen. Sterker nog, de vaarten hè, waar ze dus langs woonden, dat was voor de behoefte, maar ook om het drinkwater uit te halen. En er werd de was ingedaan en zo, en kinderen ingewassen. En zo ging dat destijds. En ja, zo zie je ook weer zo'n hut. En, welke tijd heb je het nou? Hoor? Dan heb je het zeg maar vanaf 16e eeuw en dat is eeuwenlang nogmaals zo doorgegaan. En dat is pas wat beter geworden, zeg maar, in de jaren 20 van de vorige eeuw. Dat meen je. Dus zo lang heeft dat geduurd. En die mensen hebben dus altijd in hun eigen gemeenschapje gewoond daar. Je praat over 400-500 mensen, zeg maar, steeds. En, maar kreeg niet. Dat is afgelopen. Nou, dat het echt is afgelopen, dat is helemaal kreklien. Want het is in de jaren 50 zijn de laatste ketens, zeg maar, opgeruimd. Ja. Maar nog even daarvoor, dan zullen we even naar een foto van zijn keet, als het goed is.
Sa, zegt dat Ruud? Sa, wensen? Ja. Ja, zo kun je dat voorstellen. Moet je ook voorstellen dat, de mensen, dat het ook voor een deel in de grond was, hè? Ja, echt in een hol? Ja. Jeetje. Ja, niet allemaal. Je had ook mensen die nou ja, echt keten bouwden, zeg maar, wat meer boven de grond. En de een had misschien iets meer huis, om het zo te noemen, dan de ander, maar over het algemeen... Want ze zetten zich in die del, want dan hoefden ze net taststemming te vregen of... Precies, het was een soort vrijstaat eigenlijk. Ja. De kerk dacht van, nou, laat ze maar mooi daar. Ze waren zo onkerkelijk als het maar kan, zo atheïstisch als het maar kan. Moesten ze niets van hebben. Ondertussen ontwikkelde Jubbega zich wel steeds meer als dorp. Dus daar vormde zich een soort middenstand, een burgerij. En zowel die compagnijsters als die burgers, ja, die moesten eigenlijk niks van elkaar hebben. Ze bleven heel erg op zichzelf. Inteelt, lees ik in het boek. Er was heel veel inteelt. Ze heel gewoon. Ze waren maar de kont ons, jongen. Zo is het. Zo zeiden ze het zelf ook tegen mij. Ja. Zo vielden ze dat ik. Ja. Zo voelden ze dat. Ze voelden zich erg geminacht. En, maar wie ik net al kom maar in kwel. Want ze en ik wel een heel soort plezier, maar de muziek en... Kijk, de aard van de mensen, dat is heel grappig. Het waren hele vrolijke mensen. Ze hielden enorm veel van muziek. Maakten ook heel veel muziek. En... Ik heb ook iemand gesproken die zei van... God, ja, sinds die mensen in het dorp zijn komen wonen... dus vanaf de jaren 50 zo ongeveer, van de vorige eeuw... wonen ze ook in nette huisjes. En een vrouw had wel eens verzucht tegen hem, die sprak, de man die ik sprak... van, goh, vroeger zongen we altijd. Vroeger was het altijd gezellig. En nu is het minder zitten we nog een beetje thuis aan de geraniums, zeg Het is ook wel een persoonlijke ziektocht naar jouw eigen familie, je eigen vader. Want jouw oerpaken, weet ik het goed, die had nog een belangrijke rol spelen. Jelle van Dam in die veroorings. Ja, dat klopt. Wat kun je daarover vertellen? Ja. Dit is hem, trouwens. Ja. Jelle van Dam, inderdaad mijn overgrootvader, die komt ook uit het wijkengebied. Die hadden weliswaar een soort eenvoudig boerderijtje, maar nou, die had het verder ook niet erg breed. De man was 2 meter lang, had een grote baard, en ook om zijn lip, een hazellip te verbergen. Dus nee, ja. Maar daardoor sprak hij ook een beetje lastig natuurlijk, wat mompelig. Die is dus ook als graver begonnen. Maar vanwege zijn lengte kreeg hij veel last van zijn rug, dus dat ging niet meer. Dus die is zich een beetje gaan inlezen in de economie en de administratie. En die is toen die kreeg uiteindelijk... een orenrol. En zo waar hij ik belutsen bij die verorening, om ze toch uit die spiraal te krijgen van ellende, zeg maar zei ze. Hoe ging dat? Ja, hij kreeg op een gegeven moment dat vertrouwen, zeg maar, zowel van de mensen in het dorp, in Jubbega, als van die compagnijsters bij die wieken wonen. Omdat hij daar ook vandaan kwam natuurlijk. Maar hij begreep ze ook. Hij sprak hun taal, zeg maar. Dat doen de minister om daar het heim inzet, hè? Ja, dat klopt. En uiteindelijk... Het is natuurlijk allemaal veel langer gegaan dan ik nu vertellen kan. Ja, want kan. We mat al nooit ooit, hè? Prettig, nou, ik wil nog wel even weten hoe het daar rint. In de Tweede Kamer, 1927, is dit aan de orde geweest. En is minister Kan, de vader van... Ja, dit is hem, hè? De minister Wim Kan, precies. Ja, de rechtsstaat van Wim Kan. Okay. Jelle Paken, van Dam en Hoepaken. Compaan van Jelle van Dam was Jochem Alberdaert. Dat is echt een tandem. Die hebben van de minister de opdracht gekregen, vorm een opbouwcommissie. Ja. En wij zeggen jullie de middelen toe. En toen is eindelijk de weg omhoog ingeslagen. En dat wie, welke tijd heb je het dan over? Dan heb ik het over de tijd vanaf 1927. Wat weer heel erg tegen zat, was de economische crisis natuurlijk. Na de depressie eind jaren 20. Toen nog eens een keer de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar er is ook een ambachtsschooltje neergezet. Waar al die jongens leren timmeren en metselen en zo. En ja, dat konden ze dus inzetten na de Tweede Wereldoorlog. Wederopbouw, moesten huizen komen, stallen komen. Dus toen konden ze aan het werk en toen is de weg omhoog eindelijk ingezet. En ieder nog, slotvraag, ieder nog wat van die mentaliteit oer? Ieder nog wat te zien of er is dat niets meer figuurlijk? Er is niets gezien. Een boek. Dat hele, dat is een van de redenen waarom. Kijk, de meeste mensen zijn oud die dat echt nog mee hebben gemaakt. Ja. En ik dacht ook van, ik moet nu aan dat boek gaan werken, want de mensen die gaan dood en dan gaat het verhaal ook weg. Dus het is bij deze wel vastgelegd. Het landschap is mede door de ruilverkaveling uniform geworden, zoals het landschap overal is, bij wijze van spreken. De mentaliteit, om op je vraag terug te komen. Ik heb diverse mensen horen zeggen, de compagnijsters hebben hun mentaliteit meegenomen naar het dorp. En dan heb ik het over saamhorigheid, heb ik het over enorme werklust en ook... als er iets moet gebeuren, zeggen ze ook jongens, even met z'n allen er tegenaan. Kop ervoor. Dan komt dat kop ervoor. Oké. Nou, had je het nog het hele verhaal lezen wil, het boek is te krijgen in de boekhandels en verzeld zich te bestellen op internet. Zeker. Tige dank voor het verhaal, tige dank voor het eten. Een heel soort succes, maar de feestjes. Ja. En meestal natuurlijk wensen we een hele gezellige joen, want dit wie biedt. Hoi.
Zit er het vol in? Oh. Of wel leeg? Je maakt er maar even een bientje in, want dan komt Romy Cuperis. Die broekt eten als inspiratie voor haar zelfs maken tosten. Haar koelkast is niet leeg.